Hoe kalibreer en pas je de cadans van een Automatic aan op een Specialized fiets? Zet het e-bike systeem aan. Als je een nieuwe NAV interface hebt, zal het systeem automatisch zien dat deze gekalibreerd moet worden. Het systeem toont Enviolo kalibratie nodig in het scherm. Klik vervolgens op de plusknop om de kalibratie te starten. Wanneer je de fiets opnieuw wil kalibreren, hou je de plus- en minknop beide ingedrukt totdat het scherm instellingen toont. Scroll naar beneden naar Enviolo Cal en druk op de F1-knop om de kalibratie te starten. Trap de fiets boven de 30 RPM en dit kan tot 25 seconden duren. Doe dit totdat je kalibratie oké ziet verschijnen in het scherm. Hierna keer je weer automatisch terug naar het instellingenscherm. Om de cadans te wijzigen, druk je op de F2-knop tot het scherm gewenste trapfrequentie toont. Gebruik de plus- en minknoppen om de cadansinstelling te wijzigen. Druk opnieuw op de F2-knop om terug te keren naar het startscherm. Zo doe je dit.